Ja, eens in de maand is hij bij ons. Ik hoef alleen maar dit boek te laten zien. Chanson illustré, een gezongen geschiedenis van Frankrijk. Bart van Loo. Het was dus een half jaar geleden dat je hier voor het eerst zat om over dit boek te praten. Toen dachten we, ja, als je zo begeesterd en hartveroverend kan praten over het Franse chanson, wat Jan en ik zo lief hebben en heel veel andere Nederlanders. En andere Nederlanders gaan het leren dankzij jou. Dan gaan we gewoon lesgeven. En het is weer zover. Ja. Welke les gaan we vandaag krijgen? Wel, ik wil het vandaag hebben over de geile, onkuise, sensuele, de wufte, wulpse, wellustige, de zinderend zinnelijke dimensie van het bestaan. Ik wil het over seks sorry, hebben. Ja, nou, ja. Sorry, meneer Van Heuken. Ik kan er niks aan doen. Het lijkt wel het thema van de avond. Ja. Ja. En laten we beginnen met een klein meesterwerkje van Claude Nougaro, die zijn lied Zwoel laat dansen op de tonen van de jazz. Het is een brug tussen jazz en chanson, tussen Louis Armstrong en Edith Piaf, tussen piano en accordeon. En hij gebruikt daarbij de taal van de cinema. Een man ligt thuis in zijn bed, eenzaam, en tijdens zijn eenzame nachten speelt hij de film af van zijn verbeelding. Daarin speelt niet Brigitte Bardot de hoofdrol, maar wel een door hem aanbeden, helaas onbereikbare dame. Dat levert een jazzy wuft poëtisch lustlied op. Lekker. Jan? Jazzy lust poëtisch wuftlied. Ja. Kom op maar. D'abord un gros plan sur tes hanches. Puis un travelling panorama. Sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Dat is een heteroseksueel fantasietje. Nu even aandacht voor de homoseksuele medemens. No. Dat blinkt ons nadeloos bij Charles Aznavour, die natuurlijk voor de vrouw was. Dat weet jij beter dan wie dan ook. Zeker. Met een nota bene dat hij wel de enige oude man uit de Franse showbusiness is die niet in het bed van Edith Piaf. Was wel een hele grote vriendin van hem. Ja, maar er is niks van gekomen. Nee, klopt. En Charles Aznavour, 1972. Hij maakt een lied, Comille d'Ise. Beschrijft een man die bij zijn moeder woont, naar de markt gaat, haar kleren verstelt, voor haar kookt. Kortom, de ideale zoon. In die eerste strofe komen we ook te weten dat hij een drag queen is. Een travestiet die de kost verdient met een striptease act. Frankrijk moet slikken. Dit is 1972. Maar omwille van de theatrale, de melodieuze spankracht luistert Frankrijk het hele lied uit en belandt samen met de held in zijn bed waar hij smacht naar die onbereikbare heteroseksuele man. En dan doet Aznavour een statement om u tegen te zeggen. En ik wil dat, want het is 1972, homoseksualiteit staat nog altijd in het strafwetboek. En ik wil het nu laten horen, omdat enkele maanden, enkele weken geleden in mijn tweede vaderland Frankrijk tienduizenden mensen op straat zijn gekomen om te protesteren tegen het homohuwelijk. En plots waren er weer mensen die het woord onnatuurlijk in de mond namen. Dus ik schrijf hen allemaal, en de pauze erbij, een Aznavour-kuur voor. Oké. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme comme il dit. Mooi, hè? Grootse. De kijkers thuis die vragen zich wellicht af waarom ik heel de tijd zo snel zit te praten. Wel, dat komt omdat mijn gehele zenuwstelsel op dit eigenste moment via een ingewikkeld systeem verbonden is met een gaspedaal onder tafel dat door Matthijs van Nieuwkerken netjes bediend wordt. Immermoedig voorwaarts. Bon, we hadden het over seks. Ik wil even een upgrade maken naar erotiek. Erotiek, een soort van kunstzinnige beleving van seksualiteit. Of beter gezegd, erotiek... Ja. Zeg het maar, Jan. Ik durf niet meer, niks meer, want ik kijk recht in de ogen van wat. Ik ben volkomen... Erotiek zet niet alleen ons lichaam, maar ook onze verbeelding op een kier. En dat brengt ons naadloos bij Léo Ferré, Cet Extra. Even situeren, het is 1969, overal in de hitparade staat bovenaan Je t'aime non plus van Gainsbourg. En die zou hier nu moeten... Jane Birkin. Jane Birkin. Het is 1969 en
Jane Birkin komt aan de lopende band klaar op de radio. S'morgens, 's avonds, voor het eten, na het eten. Het kind weet niet van ophouden. De seksuele revolutie in de praktijk. Dit hadden we nog, sorry, nog, was, ja, nog niet gezien. En ik wil, beste Jan, beste Matthijs, beste Jan, ja, ik wil de Fransen die op dit lied verwekt zijn niet te eten geven. Ik zie trouwens ook tuchteloze twinkelingen in jouw pret-oogjes. Dit nummer heb ik geen enkele weerstand bij, maar nog steeds niet. Volgens mij niemand niet. Ja. Het heeft iets, ik weet het niet. Wel, dus in 1961 staat overal Jetain Manon Plus in de hitparade en plots hijst Leo Ferré zich daarnaast. Het tintje zegt, de inspiratie moet als een hitsige leeuwerik in de lucht hebben gehangen. Dus hijst zich naast die geometrisch beschreven paringsdaad van de mens Jetain Manon Plus met een klomp onversneden zuivere erotiek. C'est extra. C'est extra, c'est extra. Ja. Ik geef toe dat hij een beetje knullig naar het plekje van de vrouw wijst dat hij wil beschrijven, maar het beeld, dat toefje zwart Jezus, dat in zijn wieg druipt als een zwemmer waar je niet meer op wacht. Oké, dat toefje zwart, oké, die Jezus. Maar die zwemmer, wat komt die zwemmer daartoe? Maar dat is het net. Onze verbeelding wordt geprikkeld. In jouw verbeelding zie ik nu een orchidee ontspringen. Bij mij een roos, bij Jan Mulder een paarse paardenbloem. Een suikerbiet. Onze verbeelding wordt op een erotische kier geplaatst. Maar ik wil nog verder gaan, een dubbele upgrade. Ik wil van seks, erotiek naar de liefde met de L en van Leo Ferré naar Jacques Brel. Eindelijk Brel in mijn verhaal. La chanson des vieux amants, 20 jaar liefde is zotte liefde, zingt hij. Gevoelens die krijgen pas echt een reële waarde wanneer dat er daadkracht mee gepaard gaat. Hoe kun je het best bewijzen dat iemand de vrouw van je leven is? Door er een heel leven bij te blijven. Maar wat is zotte liefde? Wel, het is crazy om heel leven bij iemand te blijven, zegt hij. Maar dat is niet goed. Dat, ja, maar nee, dat is ware liefde, zegt hij. Dat is liefde die het leven overleeft. Jan, ik zit alleen maar... Ja, nee, maar je ziet die ironisch dan meteen. Ik zit eeuwige liefde, ja. Eeuwige liefde, al geeft hij er wel... Hij zegt wel, hij vergoelijkt een heel klein beetje overspel omdat het lichaam toch moet kunnen blijven jubelen. Maar dat is een detail. Ben ik met hem eens? Ja. Ben ik met hem eens? Het gaat hem vooral om dit prachtige refrein. Dat vind ik nou 1000 keer mooier dan Jane Birkin. En, helemaal mee eens. En ik wil me even tot de jonge kijkers richten. Die misschien denken, Brel, een ver van mijn bedshow. Oké, toen ik 16, 17 was en mijn eerste plaat van Brel kocht en vol mijn hoofd zat vol met elektrische gitaar van Eric Clapton en Mark Knopfler. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar hou vol en besef dat Brel als goede wijn is. Goede wijn moet je 1 leren drinken. Goede wijn 2 wordt beter met de jaren. Mm-hmm. Brel is net hetzelfde. Mm-hmm. Op een dag zul je wakker worden en beseffen dat Brel het zout van je dagen is geworden. Brel, poëzie op het ritme van het getormenteerde hart. Brel, niet alleen briljante bravoure, maar ook broze bevreesdheid. Brel, muziek die spreekt van onderbuik tot onderbuik. Ach, tegen wie zeg ik het? Ja. Ben je er nog voor de heugen? Hallo! Maar Bart, blijf zitten. Vorige keer ging het over de poëzie. En toen kwamen we erachter dat de grote dichters, Aragon, noem ze maar op, zijn door de populaire zangers gezongen. Dat kennen wij in Nederland niet. En je zei, het zou mooi zijn als we die traditie misschien eens konden beginnen. Elke keer als jij hier bent, dus elke maand, zit naast jou op een gegeven moment een Nederlandse zanger of zangeres die een groot gedicht uit de Nederlandse literatuur, en in dit geval de Vlaamse literatuur, op muziek heeft gezet. Naar jouw wens. Dit is jouw initiatief. En vandaag als eerste Eefje de Visser. Jij zei toen vorige maand Hugo Claus bijvoorbeeld. Die hebben we ook maar meteen genomen. De Oostakkerse gedichten uit 1955 zijn grote doorbraakbundel. Deel 5, Een vrouw. Eefje de Visser heeft de muziek opgemaakt. Deze nacht en de wagen van de tijd die de nacht inrijdt en ratelt uw haar. Meeuwennest, uw meer schuimheuvels waarin
Getante vrucht die splijt, dagen dissen de stenen spechten, wiegen in het loven, in het woedend loven hoor. Op de weg de hoeven van het paard begeert te vluchten. Hoor in de weide de koran, de haast, de klappertandende liefde. Koran, de haast, de klappertandende liefde. De Koran, de haast, de klappertandende liefde. De Koran, de haast, de klappertandende liefde. Dankjewel, Eefje. Evi de Visser zong Hugo Claus, een vrouw, Oostakkers gedicht 95. Prachtig. Dit gaan we dus elke maand doen, Bart, op jouw verzoek. Chanson en poëzieverstrekking. Jongen, je helpt ons. Je helpt ons de jaren door. Dankjewel. Evi, dankjewel. Dankjewel.